In deze film maken we een witte auto gekleurd. Ik heb al eerder laten zien hoe je een gekleurde auto om kan zetten naar een witte. Klik hierboven even voor dat filmpje. Maar in deze film ga ik het dus totaal anders doen: van een witte auto gaan we naar een gekleurde. En de kleur waar we naartoe gaan, dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Je kunt gewoon kiezen voor een blauwe, een rode, een gele of gewoon een grijze. Om te beginnen, we gaan de lak van deze auto veranderen. We moeten dus gewoon een selectie maken van de lak. En dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen door hier de tool Snelle Selectie te kiezen en dan te drukken op Onderwerp te selecteren. Photoshop gaat aan het rekenen en maakt een selectie van je auto. En op zich is deze eigenlijk helemaal nog niet zo slecht. Alleen je ziet hiervoor bijvoorbeeld dat het daar een beetje de mist in gaat. Zo mis ik een stukje bumper. Nou, dat selecteer ik gewoon makkelijk even bij. En als het te veel is, dan hou ik de Alt ingedrukt en haal ik het dat ook weer vanaf. En zo zou je eigenlijk gewoon even heel de auto door moeten gaan en moeten selecteren wat er wel lak is en wat er niet lak is. Nu had ik dat al gedaan, dus ik ga gewoon een selectie laden. En ik heb hiermee dus gewoon de lak geselecteerd. Nu is het zaak om hier een kleur aan te geven. En dat doe je met een aanpassingslaag. En je kiest voor volle kleur. En welke kleur je kiest, dat maakt dus op zich helemaal niet zoveel uit. Ik kies gewoon deze, ja, deze blauwtint. En ik druk op OK. De auto is nu wel blauw. Maar ontbreekt gewoon iedere diepte in de lak. Als je kijkt, hier zie je gewoon netjes de naden zitten, de klinken. Je ziet hier deze lijn op de auto. En hieronder ook op de dorpel. En dat is in deze kleur gewoon in één keer weg. Niet gedrukt, dat kan ook gewoon in één keer weer helemaal terugkomen. Door de dekking van de laag te veranderen. Nu staat deze dekking op normaal. En als ik deze zet op kleur doordrukken. Dan zie je dat eigenlijk gewoon weer heel mijn lijnenspel van onderen gewoon weer terugkomt. En nu kan ik in feite iedere kleur kiezen die ik wil, omdat we een kleurenvulling hebben gebruikt. Als je dubbel klikt op de kleur, dan krijg je weer de kleurenkiezer. En je kunt in dit geval gewoon een andere kleur kiezen. Op zich, de kleurenkiezer, het werkt niet moeilijk. Je kiest in dit stukje de kleur uit. En hoe hoger, hoe verder je naar rechtsboven gaat, hoe puurder die kleur wordt, hoe meer verzadigd. Ga je naar links, dan wordt die lichter. Helemaal naar links is de verzadiging gewoon weg. En ga je naar onderen dan maak je hem donkerder. Dus je blijft aan de linkerkant als je gewoon grijs tinten wil. En je gaat ja, zeg maar hier rechtsboven zitten als je een kleur wil. En je kunt hier gewoon een andere kleur uitzoeken. En op die manier kun je dus gewoon je auto veranderen naar iedere kleur die je wil. Zonder dat het eigenlijk gewoon veel werk kost. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei!